Welkom bij De Verdieping, een podcastserie van het Zeeuws Orkest. Met achtergronden, fragmenten en interviews over de komende concerten. Vandaag zijn we tijdens de repetitie te gast bij Marcus Vliegen. Vanavond verheug ik me op dat we eindelijk na die lange coronawinter weer als orkest compleet kunnen zijn. Vorige week hebben we met de strijkers al een heerlijke repetitie gehad. Meteen ging Ivan er vol in. De duidelijkheid was er meteen weer terug, alsof het september was. Dus de strijkers zijn al fit. Ik ben heel benieuwd hoe dat met de blazers vanavond is. En of we daar ook net zo lekker weer muziek mee kunnen maken. En het vioolconcert van Beethoven is een van de allergrootste vioolconcerten die er is. Iedereen wil dat gespeeld hebben. Iedereen wil het op zijn allermooiste spelen. En het mooiste vind ik bij Beethoven dat het klinkt helemaal niet moeilijk. Het klinkt allemaal zo logisch. Het klinkt allemaal bijna makkelijk. Maar eenmaal daaraan begonnen valt dat altijd vies tegen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het zal zijn om Lisa te begeleiden. Voor haar is het niet alleen dat het makkelijk klinkt, maar zal het ook ongetwijfeld makkelijk zijn. Met de amateurs hebben we gezorgd dat het helemaal goed voorbereid is. De amateurs hebben keihard samen thuis gestudeerd. We hebben afgesproken welke streek op welke plek. We hebben de noten duidelijk gemaakt. We hebben alvast even gekeken wat in het samenspel belangrijk is. En we zijn gewoon lekker gaan werken aan tempo. Dat alles ook gewoon in het juiste tempo vanaf één eerste repetitie gespeeld kon worden. Professionals hebben een hele belangrijke rol. Bij ons zijn amateurs niet als een clubje in een hoekje. Maar zetten we de amateurs echt ieder aan de lessenaar van iemand die ze coacht, die ze er doorheen helpt, die ze vingerzettingen aanreikt, die ze inzetten aangeeft. Dus elke amateur wordt eigenlijk soort van meegenomen door de professional die daarnaast zit. Repeteert verder. Maar wilt u meer van Marcus Vliegen horen? Ga dan naar ons podcastkanaal of abonneer u via Spotify. Maar u kunt natuurlijk ook naar onze concerten komen op 11, 12 en 13 juni. Er mogen weer 50 mensen komen.